Doden en zwaargewonden bij botsing met treinen in Voorschoten. Beleidsmakers komen samen tijdens 7e editie Leids Besturendiner en Sociaal Team Zoeterwoude van start. Welkom bij het Unitype het Nu Weekoverzicht. Ieder jaar krijgen kinderen die op de Leiderdorpse basisscholen zitten de mogelijkheid op een eigen schooltuintje. Het schooltuinseizoen is officieel van start nadat burgemeester Leila Driessen samen met leerlingen van de Kastanjelaanschool in Leiderdorp de paadjes heeft gelopen. Met je handen in de grond en ook nog eens leerzaam, de schooltuinen. Op maandag 3 april is burgemeester Leila Driessen samen met leerlingen van de Kastanjelaanschool de paadjes gaan trappen bij de schooltuinen De Sterkers in de Bloemerts. Dit is dan ook het startsein dat het schooltuinseizoen is begonnen. Het is altijd geweldig om de schooltuin het paadjes te mogen trappen. Dat is echt een erebaantje. En verder geniet ik van de kinderen die in de buitenlucht zijn. Op het punt staan allerlei dingen te planten. En leren hoe de natuur, hoe krachtig die natuur is. Dat je iedere keer weer uit zo'n klein zaadje prachtige planten en heel veel voedsel kunt verkrijgen. En wat wij doen is dat we elke week een programma hebben voor de kinderen. En dat is dan 20 weken, zeg maar, tot bij de herfstvakantie. En dan komen ze met hun klas. En dan gaan ze een groente zaaien of ze gaan iets poten. En dat programma is dus doorlopend tot de grote vakantie. En in de grote vakantie kunnen de kinderen elke woensdag ook naar de schooltuinen komen. Want dan zorgen wij dat hier vrijwilligers zijn. En dan kunnen ze gewoon hun tuintje verzorgen. Volgens Joop van Huut en de burgemeester is het van belang dat leerlingen de kennis meekrijgen door aan de slag te gaan met de schooltuintjes. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. En dat zie je iedere keer opnieuw. Want het blijkt gewoon dat een aantal kinderen niet weten waar bepaalde groenten vandaan komen. Het blijkt ook dat soms de ouders die de kinderen begeleiden niet weten waar bepaalde groenten vandaan komen en hoe het moet worden klaargemaakt. En dat proberen wij allemaal te leren. En wat wij ook doen is, ze vertellen wat er in de grond zit. En wat er ook uit de grond kruipt. Van jongs af aan weten hoe iets groeit. En niet de gesneden andijvie in de winkel kopen, maar weten hoe een krop andijvie eruit ziet. Ze geven ook de schooltuintjes geven ook een receptenboekje uit. Wat je allemaal kan maken met wat je aan het verbouwen bent. Dat is gewoon fantastisch. De leerlingen van de Kastanjelaan zijn op maandag gelijk aan de bak gegaan. En kijken ernaar uit om uit hun eigen tuintje te oogsten. Sowieso aardappels en sla, denk ik. Radijsjes en vooral ook bloemen. Ja, ik vind het heel leuk, want ik hou ook van om buiten te zijn. En ja, dat is leuk. Ik was best wel zenuwachtig, maar nu vind ik het eigenlijk best wel leuk. Volgens de voorzitter van de schooltuinen zijn er altijd kinderen die wat minder enthousiast zijn. Maar dat is gelukkig van korte duur. Er zijn er altijd bij die er eigenlijk helemaal niet willen. Die zijn er altijd. Er zijn er ook bij die de eerste week komen met plastic handschoentjes. Maar dat doen we natuurlijk niet, want als je tuiniert, dan moet je de grond voelen. En dan moet je echt met de grond bezig zijn. Dus plastic handschoenen zijn niet toegestaan. De week daarna zijn die handschoenen weg. En dan gaan ze uiteindelijk allemaal tuinen met hun handen. Echt. Ja, met gewoon de blote handen. In Voorschoten is afgelopen week een passagierstrein ontspoord na een botsing met bouwmateriaal op het spoor. Er zijn 1 dode en ongeveer 30 gewonden, zegt de veiligheidsregio Hollands Midden. 19 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de machinist van de trein. Voorschoten werd vannacht opgeschrikt door een groot treinongeval. Het wordt omschreven als het grootste treinongeluk in jaren, met 1 dodelijk slachtoffer en tientallen gewonden. Naar aanleiding van het ongeluk vond dinsdagochtend een persconferentie plaats. Na afloop spraken wij kort met burgemeester Stemmerdink, die haar medeleven uit. Het ongeluk, het vreselijke ongeluk van hedenochtend heeft een grote impact op Voorschoten. Buurtbewoners die als eerste daar hulp hebben verleend aan de gewonden, dat doet iets met een dorp. Vanaf het eerste moment is de burgemeester op de hoogte geweest van het ongeluk. Al snel werd de ernst van het ongeval duidelijk en werd opgeschaald naar griep 3, het inrichten van de crisisdienst. Zij adviseren en helpen onder andere de burgemeester bij het zo goed mogelijk handelen naar de situatie. Ik ben opgebeld zoals het gaat. Dan gaat natuurlijk letterlijk alles natuurlijk komen. En dan belletje op belletje komt er dan. En op een gegeven moment eerst een grip 2, daarna opgeschaald heb ik moeten opschalen naar grip 3. Gemeentelijk beleidsteam in alle vroegte is hier langs geweest, is hier bijeengekomen. En dan gaat de hele crisisorganisatie lopen.
Aan het eind van de ochtend bezocht ook koning Willem-Alexander de plaats van het ongeval. Hij sprak daar samen met burgemeester Stemerdink met enkele hulpverleners. Ook spraken zij met omwonenden. De burgemeester is dankbaar voor de inzet van de inwoners bij het verlenen van de eerste hulp aan de slachtoffers. Ze hebben uiteraard de gewonden geholpen. Een huisarts die woont daar ook dichtbij, die hoorde het en is ook direct gaan handelen samen met andere buurtbewoners. Dus er is ongelooflijke inzet gedaan door de inwoners van Voorschoten om de eerste hulp te bieden aan de gewonden. Er is nog veel onduidelijk over het ongeluk. Momenteel lopen er onderzoeken naar de oorzaak van het ongeval en een strafrechtelijk onderzoek. Er komt sowieso een onderzoek naar de toedracht. Hè. Dat gaan ProRail en NS doen. Hiervoor Voorschoten betekent dat ik sowieso langs de buurtbewoners ga om te vragen hoe het met ze is. Wat er allemaal afgelopen nacht is gebeurd. En uiteraard ga ik ook bij de politie en de brandweer mensen langs. Want die hebben ook afgelopen nacht enorm veel werk verricht. Het treinverkeer ligt voorlopig nog stil. Er wordt onderzoek gedaan en de trein wordt door specialisten veiliggesteld. Pas als de trein is weggehaald en de schade aan en bij het spoor is hersteld, kan het treinverkeer worden hervat. Dinsdagavond vond de 7e editie van het Leids Besturendiner plaats in de Stadsgehoorzaal. Het diner wordt elk jaar georganiseerd om een mix van studenten, bedrijfsleven en overheid met elkaar aan tafel te zetten en uiteenlopende thema's te bespreken die zowel student als stad aangaan. Dit jaar werd gesproken over grensoverschrijdend gedrag, de energietransitie en het behoud van het juiste talent in de regio. Leidse beleidsmakers kwamen dinsdagavond bijeen in de Stadsgehoorzaal voor het Leids Besturendiner. Tijdens dit diner komen de studentenwereld, de overheid en het bedrijfsleven in Leiden samen om te praten over actuele onderwerpen. Tijdens een driegangen diner kregen de beleidsmakers drie onderwerpen voorgeschoteld. Dit jaar hebben we tijdens het Leidsbestuurdiner de drie onderwerpen besproken. Waarbij we zijn begonnen met het behoud van het juiste talent in de Leidse regio. Het grensoverschrijdend gedrag. En daarnaast ook de energietransitie. Drie hele mooie actuele onderwerpen die zowel bij overheid, bedrijfsleven en student een groot thema zijn dit jaar. Naast de drie onderwerpen zijn er drie woorden die centraal staan deze avond. Het belangrijkste bij het diner is dat we elkaar gaan verbinden, gaan vertrouwen en gaan vergezellen. Zodat we samen nieuwe initiatieven, maar ook bestaande initiatieven, meer kracht kunnen geven. De avond trok dus studenten, ondernemers en mensen vanuit de gemeente. En ieder vindt het interessant om met de andere partij in gesprek te gaan. Ik vond het leuk, ik vond het heel innovatief, omdat je dan met wethouders en andere verenigingen ook over lopende problemen kan praten. Hele belangrijke, wezenlijke thema's zijn aan bod geweest. En het is heel leuk om te horen wat anderen daarvan vinden. In het bijzonder natuurlijk de studenten, die natuurlijk... Ja, dat is de aanstormende generatie. Vanuit het bedrijfsleven is het natuurlijk heel belangrijk om in contact te staan met mensen die binnenkort op de arbeidsmarkt komen. Ik vind het sowieso waardevol om met zulke verschillende groepen samen te zitten aan een tafel. En met echt deze belangrijke onderwerpen waar we als gemeente ook veel mee bezig zijn, vond ik het heel mooi hoe we dat gesprek zo kunnen aangaan en dat het ook echt nieuwe inzichten oplevert. Van alles wat besproken is deze avond zijn er altijd een paar dingen die wat langer blijven hangen. Grensoverschrijdend gedrag, best een zwaar thema. En daar ga ik nog eens even goed over nadenken. Ik denk dat er hele relevante dingen gezegd zijn. En ik denk dat iedere organisatie daar ook eigenlijk nu, zeker in deze tijd, met zoveel zaken die natuurlijk voorgevallen zijn, die in de media zijn uitgemeten, heel breed uit, om daarmee aan de slag te gaan. En om vooral met anderen ook het gesprek aan te gaan. Over het seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat je de politie ook makkelijker erbij kan halen. En het meer benoemen onder leden, dat ze ook andere leden aan kunnen spreken. En ook over de energie, dat we daar meer aan kunnen doen. Niet per se op het gebied van geld, maar ook gewoon op bewustzijn bij de leden. Dat het over alle onderwerpen het belangrijkste is om met elkaar in gesprek te blijven gaan. En om ook... dat ook af en toe mag schuren om te zien hoe we samen ergens heen kunnen gaan. Ik denk dat dat heel belangrijk blijft en dat dit een goede manier door met elkaar aan tafel zitten, je dat op een hele plezierige manier toch echt de inhoud in kan gaan. Vanaf donderdag is het sociaal team van Zoeterwoude van start gegaan. Om deze mijlpaal te vieren werd er een lunch in de Eendenkooi georganiseerd. Het startschot werd gegeven door wethouder Monique van Sandijk. Gemeente Zoeterwoude is gestart met een sociaal team. Inwoners kunnen hier terecht voor ondersteuning in het dagelijks leven.
Donderdag was de aftrap van het sociaal team. Dit gebeurde in de Eendekooi tijdens een lunchbijeenkomst. Het sociaal team is eigenlijk een samenwerking van alle partijen die betrokken zijn bij de zorg bij Zoeterwoude. En die eigenlijk op een korte afstand van elkaar zijn gaan zitten, 2 dagen in de week, zodat we eigenlijk sneller, nog sneller, de inwoner te woord kunnen staan. En sneller de juiste partijen erbij kunnen betrekken. Tijdens een inloopspreekuur in het gemeentehuis, iedere maandag en donderdagochtend, kunnen de inwoners terecht met al hun vragen. En dat kan zijn op het gebied van financiën, op het gebied van gezondheid, op het gebied van welk werk of studie wil je gaan kiezen. Op het gebied van dat je bijvoorbeeld mantelzorg nodig hebt of dat je mantelzorger bent en je wil wel eens even een dagje rust hebben. Of je wil bijvoorbeeld dat je kind mee kan gaan met het schoolreisje, maar je vindt het moeilijk om het te financieren. Nou, zo zijn er allerlei dingen die je vaak in een gezin of bij jezelf leven, waarvan je denkt, verdorie, ik wou dat ik hulp had. En waar moet je dan beginnen? Door middel van het sociaal team krijgen de inwoners sneller de hulp die zij nodig hebben. Tijd is bij heel veel problemen best wel een belangrijke factor. Dus op het moment dat je wat dichter bij elkaar gaat zitten en ook elkaar bezig hoort over bepaalde casussen, kun je gewoon veel sneller de juiste personen erbij betrekken en de mensen dus sneller helpen. Wethouder Monique van Zandik merkte dat er behoefte was aan een sociaal team in het dorp. Nou ja, de aanleiding is toch dat je veel mensen hoort die zoekende zijn. Dan zijn ze eerst eens even bij die ene organisatie geweest, dan bij de andere. Ze moeten 5 keer hetzelfde verhaal houden. En dan uiteindelijk zeggen ze wel van, kijk, nu heb ik het gevonden. Maar ondertussen is er dan al best veel tijd verstreken. En zeker bijvoorbeeld als het dan met financiële moeilijkheden gaat, die kunnen zich snel opstapelen, dan heb ik liever dat ze zo snel mogelijk die hulp vinden, dan dat ze van de ene naar de andere organisatie moeten hoppen voordat ze de daadwerkelijke hulp hebben die ze nodig hebben. Het sociaal team is naast de inloopspreekuren maandag tot en met donderdag tot 5 uur... en vrijdagochtend van 9 tot 12 zowel telefonisch als via de mail bereikbaar. Veel treinreizigers komen op de fiets naar station Leiden-Lammenschans. Om het stallen van de fiets makkelijker en overzichtelijker te maken, breidt ProRail samen met gemeente Leiden en provincie Zuid-Holland het aantal fietsparkeerplekken flink uit naar bijna 1500. Veel mensen die in Leiden met het openbaar vervoer gaan, komen met fiets. Het fietsgebruik is in Leiden daarom ook hoger dan het gemiddelde in Nederland. Bij het station Lammenschans zijn daarom al langere tijd problemen met het stallen van deze fietsen. ProRail heeft daarom samen met de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland een flinke uitbreiding gepland. Leiden-Lammenschans is voor Leiden een ontzettend belangrijk station. Het is maar 1 perronnetje, maar er gaan dagelijks duizenden mensen met de trein van Leiden naar Utrecht of Alphen aan de Rijn. Dus het is een superbelangrijk station. En heel veel mensen die hier met de trein reizen, die komen met de fiets. Dus wij willen dat reizigers hier makkelijk hun fiets kunnen stallen. Zeker op dit soort vieze dagen als deze. Naast de wethouder is het vanuit ProRail ook belangrijk dat het station toegankelijk is voor reizigers die met de fiets komen. Met de fiets naar het station komen is heel belangrijk voor ProRail. Lopend overigens ook, maar met de fiets. Dat doen maar liefst 300.000 mensen per dag in Nederland. En dat geldt voor Leiden-Lammenschans ook. Daar komen ook echt veel mensen met de fiets naar het station. En dan moet je zorgen dat die mensen op een goede manier hun fiets kunnen stallen. En ook op een veilige manier. Doordat er te weinig plekken waren, was het hier in Leiden-Lammenschans zelfs zo dat de toegang tot het station enigszins belemmerd werd. En dat is natuurlijk niet goed. Dus ook met het oog op de toekomst, waarin we nog meer mensen hopen te verleiden om met de fiets naar het station te komen, is het belangrijk dat er gewoon goede fietsstallingen komen. Bij de realisatie van de uitbreiding is niet alleen gekeken naar wat praktisch is, maar ook wat betrokkenen belangrijk vinden. Ja, we hebben op verschillende manieren mensen gevraagd om mee te denken met de plannen. Bijvoorbeeld de reizigers. We hebben bij de ingang van het station een poortje gemaakt met een QR-code. En dan konden reizigers aangeven hoe zij over de plannen dachten. En we hebben natuurlijk ook de omwonenden gevraagd om mee te denken, want het heeft ook impact op hun omgeving. En waar ik wel heel trots op ben, is dat we de extra fietsenstallingen op zo'n manier inpassen dat het ook groener wordt. Dat we heel veel bomen hebben gehouden, maar dat er ook bijvoorbeeld een mooie groene haag komt en groene pergola's. Zodat ook de directe leefomgeving erop vooruit gaat. Er zijn al verschillende werkzaamheden verricht en op dit moment wordt er gewerkt om het station voor te bereiden op de toekomst. Ja, we hebben eerst heel veel voorbereidingstijd gehad. We zijn nu aan de slag. We gaan de fietsparkeerplekken uitbreiden met 700 plekken. We gaan naar 1500 plekken toe. En daarnaast heeft de gemeente ook nog 500 plekken. Dus we gaan echt het aantal heel erg uitbreiden. Nou, dat is wat we hier gaan doen. Daarvoor is het ook nodig dat wat bomen verplaatst worden. Dus dat zijn allemaal activiteiten die nu aan de gang zijn. En we hopen in oktober klaar te zijn.
Leiden telt maar liefst 14 speeltuinverenigingen die ervoor zorgen dat kinderen met plezier op een veilige plek kunnen spelen. De Leidse Bond van Speeltuinverenigingen bestaat 75 jaar en lanceert daarmee een site waarvan alles over de geschiedenis van de speeltuinen staat beschreven. Bij de lancering, waarbij burgemeester Lenfrink aanwezig was, werd besproken waarom deze speeltuinen zoveel betekenen voor de stad Leiden. De Leidse Bond van Speeltuinverenigingen zet zich al jaren in voor veilige en leuke speeltuinen in de stad. Op woensdag 5 april heeft de bond haar 75-jarig jubileum afgesloten met de lancering van een website over de historie van de speeltuinverenigingen in Leiden. Wij dachten als bestuur van de Leidse Bond van ja, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat alles wat er gebeurd is in die 75 jaar, hoe kan je dat nou bewaard houden voor de gemeenschap, ook voor de geschiedenis? En toen dachten we, nou, we kunnen een boek schrijven, we kunnen een website bouwen en ja, dat is toch wat meer van deze tijd, een website, omdat je dan altijd weer dingen eraan toe kan voegen. En toen hebben we aan Cor Smit, de stadshistoricus, gevraagd van zou jij ons willen helpen om zeg maar alle verhalen en alle oude foto's van speeltuinen te verzamelen. En al die 14 speeltuinen die staan beschreven, zowel de geschiedenis van de speeltuin zelf als hoe die speeltuin er nu uitziet. Burgemeester Henri Lenfrink was ook aanwezig bij de lancering van de website. Hij sprak over het belang en de bijdrage van de speeltuinen voor de stad. Kijk, je moet je realiseren dat Leiden is met Den Haag de dichtst bebouwde stad van ons land. We hebben heel weinig ruimte. Dat betekent dat de straten krap zijn, dat we weinig pleinen hebben en dat we heel zuinig met die openbare ruimte om moeten gaan. Maar wij willen ook graag dat de kinderen spelen. Dat die plek hebben om buiten te spelen. Want buiten spelen is gezond met elkaar. Bewegen is gezond. Dingen doen, avonturen beleven met elkaar. En als je zo weinig ruimte hebt, heb je ook weinig plekken waar dat veilig kan. Want dat willen we ook, dat het veilig is voor kinderen. En die speeltuinen, die zijn heel goed gepositioneerd in de stad. Om de website van inhoud te voorzien is stadshistoricus Cor Smit op verschillende manieren informatie gaan verzamelen over de geschiedenis van de speeltuinverenigingen. De Leidse Bond van Speeltuinen heeft een eigen archief. En daarnaast heb ik heel veel onderzoek gedaan in kranten en daarnaast nog wat boekjes en dergelijke geraadpleegd. En ik ben natuurlijk ook met elke speeltuinvereniging gaan praten. En dan blijkt ook elke speeltuinvereniging gewoon wel eens een boek met oude stukken te hebben. En vaak, wat minstens zo leuk is, oude foto's. De burgemeester van Leiden benoemt ook dat het bestaan en instand houden van de speeltuinen te danken is aan het DNA van de Leidenaren. Als het niet in de geest van de Leidenaar had gezeten, dan hadden we nu geen 14 speeltuinverenigingen meer gehad. Dat die belangrijk zijn, dat voelen we gewoon. In alle wijken vragen ouders om veilige speelplekken. En dit is zo'n veilige speelplek. Dus dat willen we met elkaar. Er zijn gemeenten die zoveel ruimte hebben dat je overal kunt spelen. Dat hebben wij niet, dus wij moeten deze plekken koesteren. En dan hebben we natuurlijk nog de Unity.nu poll. Iedere week willen we jouw mening weten over zaken uit onze regio. In de poll van afgelopen week vroegen we: ruim een kwart van de jongeren uit onze regio voelt zich wel eens eenzaam. Voel jij je wel eens eenzaam? Het grootste deel van de stemmers, namelijk 73%, zegt ja, ik voel me wel eens eenzaam. De overige 27% zegt nee. En ook aankomende week hebben we uiteraard weer een nieuwe poll. En wat die is, zie je nu. Unity.nu luistert ook naar jou. Geef je mening over zaken uit de regio. Deze week. De buitenzwembaden in de regio gaan weer open. Bezoek jij de buitenbaden? Laat het ons weten via Unity.nu. De uitkomst zie je in het Unity.nu weekoverzicht en natuurlijk online op Unity.nu. We zijn heel benieuwd naar je mening, dus ga snel naar onze website Unity.nu en breng je stem uit op de poll. Tot zover het Unity.nu weekoverzicht. Blijf op de hoogte van het nieuws uit de regio via de app, radio, televisie, website en social media. Nog een hele fijne dag.